Wat moet je doen? Moet op... Ja, een laddertje. Heb je hem? Nee. Wat moet ik doen? Je moet op die... die je tegen je oren normaal aanlegt, die moet je indukken. Oh mijn god, ik schrik me kapot. Ja, ik ook. Oké, ik ben boven. It's upstairs, even better. This one cannot die, oh boy. Ja, nou, ik zie hier geen animal of some kind, dus. Nou, ik zal eens wat tellen. Ik heb een... kijk tegen een... hoe noem je dat? Een tafeltje aan. En daarbovenop staat een kooi, een vogelkooi. En daar staan drie letters in. Of drie letters staan erop. Een Z, een Z en een Z. En in die kooi zit een vogel. Maar niet zomaar een vogel. De vogel is van metaal. Mechanisch, ja. Yep. Ik heb hier zeg maar de blueprints om zo'n vogel te maken. Oeh, cool. Dat is het. Ik kan verder niks. Oh, ik heb setjes die ik kan veranderen. Ja, ik kan op die blueprints klikken. Maar ja, dat is het enigste. En ik kan ze weer wegklikken. Oké, ik kan zeg maar het ganse alfabet afgaan met die letters. Oh. Dan laten we dit even voor wat het is. Ja, nee, het staat drie. Ja. Ja, vind je dat goed? Ja. Oké. Laten we naar het ontbijthuisje gaan. Hoe kom ik hier zo? Ik heb een lamp. Een of andere radio lookalike met een knop eronder. En dat staat zeg maar geconnect aan die lamp. En dan geconnect aan een of andere, geen idee hoe ik dat uit moet leggen. Oh, het is een Morsecode-apparaat volgens mij. Oh, leuk. Want ik zit bij allemaal random shizzle. Oh, ik zit bij de lockers. Oké, hoe reset ik dit? En ik heb een open locker gevonden en het heet I am so excited to restore this clock shop with you, Lark. Soon we will going to be a proper family again. Meet me in the basement of the shop. Ik moet in ieder geval een of andere morsecode hebben of vertalen of... Want ik kan morsecode maken. Cool. Oké, laten we even verder kijken wat er nog meer is. Volgende Ravens Clock Shop. Oh, daar kun je ook gewoon in. Ah, is het donker? Ik wil daar niet naar binnen. Oh, mama. Oh, help. Oh, mama. Oh, my god. Ik ga zo hard schrikken. Ik durf niet. Ja, dan ben ik, sta ik weer buiten. Oh mijn god, ik wil niet schrikken. Andere dingen dan ik. Nou, ik zie ook bijna niks. Ja, ik zie nou een lamp, maar... Oké, ik ben naar beneden gegaan en ik heb nou... Ja, weet ik veel hoe ik dit uitleg. Een apparaat. Ik heb een soort generator met een on-off aan de rechterkant. En ik heb buttons met een meisje, daarna een... De crow, de raven bedoel ik. En daarna een wolf, een trap, een lok, een... Ja, bij mij staan ze anders, maar... Wat moet ik doen? Wil ik dingen in gaan tikken? Nee, dat wil ik niet doen. Oké, ik ben gewoon dingen in aan het tikken, maar het doet niks. Oh, ik heb hem aangezet. Raven. 3, 2, 1. Oh boy. Oh, ik krijg een raven en ik druk op raven en dan moet jij er een keertje klikken, denk ik. Oh, dit moeten we op tijd doen. Oké, ik snap het. Slang. Slang? Ja, dat telt al niet meer. Laat hem maar uitgaan. Uit? Ja, hij moet even uitgaan. Ja, en dan moet hij aangaan en dan, dan moet ik eerst, of jij eerst, dat weet ik niet. En dan op zo'n raven drukken, tenminste, dat was het bij mij daarnet. En dan moet jij erop heen drukken en dan ik erop heen drukken. Of we moeten allebei op dezelfde drukken. Maar je mag niet te langzaam zijn. Maar op een gegeven moment stonden bij mij puntjes dat ik moet wachten totdat jij het zeg maar gedaan had of zo. Oh, zo. En toen ging hij uit. Dus we moeten zeg maar snel zijn. Oké. 3, 2, 1, on. Ja. 2, 1. Ik heb op Raven gedrukt. Heb jij het gedaan? Ja, slang. 3 puntjes. Ja, dat was te laat. Ik moest die slang nog zoeken. Ik ben alweer klaar eigenlijk. Oké, ik ga weer opnieuw.
Oké. Okay. Drie puntjes. Moet jij ook op die reven drukken dan? Reven. Ja, slang. Ja? Oh, het lukt. Ja, ik heb op de slang gedrukt. Slang. Okay. Oh ja, hij was al begonnen eigenlijk. Oh, even. Butterfly, slotje. Slot. Die. Zandloper. Zandloper. Belletje. Settings. Trap. Trap. Meisje. Meisje. Ja. Vlinder. Vlinder. Slang. Wolf. Wolf. Wolf is het daarna. Daarna de raven. Oeh, dat was net op tijd. Slang weer. Slang. Ah, ja! Zeven. Dit slotje. Nee! Oh, dat was wel het slotje! Huh? Nee, ik ben al uit! Verdomme! Ik drukte op slotje en daarna drukte ik heel snel op de zandloper per ongeluk. Oh. Maar daarna kwam er de settings-icoontje weer. Jongen, dit is fucking moeilijk, man. Fuck. Dit is echt moeilijk. Dat is leuk. Maar dan gaat die kat, die gaat meedoen. Ja, die kat van jou. Mijn kat die zit serieus op mijn scherm te drukken. Nou, hou daar eens mee op. Oké, laten we het nog een keer proberen. Voor de 600ste keer. Mm-hmm. 3, 2, 1 en dan op om, oké? Okay? Ja, 3, 2, 1. Oké, okay. Reven. Slang. Beuk. Slot. Zandloper. Setting. Railway. Kut. Meisje. Meisje. Bug. Bug. Slang. Slang. Wolf. Oh. En toen wist ik het niet meer. Feather. Feather? Oh, de raven. Ja, de raven. Kom op. Slang. Slang. Vijf. Slotje. Settings. Settings. De slang. Slang. Raven. Raven, waar ben je? Daar, Raven. Escape. Slot. Oh my god. Noordoost, zuidwest. Oh, wacht, wat? Slot was het einde, ik ben er al uit. Oh ja, ik ben er ook. Oh, Jesus fucking Christ, man. Oké, ik heb... Zuid en zuidoost staat er bij mij aangekruist. Ik heb... Sorry, ik ben helemaal panisch nu. Even hoor, even wachten. Ik heb twee kruisjes op noordoost. Tweede. Zuidoost. Ja, zuidoost en zuid. Oeh, ik krijg wel letters daar, of de zinnen. Ja, bij zo'n radio toch? Ja. Oké, ik ook. Jij hebt de eerste zin als het goed is. Ja. Three patients from the nursing home in Hillebeck. Have vanished in the middle of the night. Geweldig. The talented Amelia Raven has returned from Switzerland. She is determined to reopen and bring back glory to Raven's clocks. Geweldig. The police are looking for anyone who was in the vacancy of the nursing home yesterday evening. They are asking for assistance finding the missing patients. Punt. Hmm. The post office water damage is repaired and all post boxes are ready to be used again. There is already a letter in post box 34. Ja. 34. Ik heb het opgeschreven. Oh, ik heb het ook opgeschreven. Oké. Okay. The tragic nursery home incident was reopened. Old wounds in our village. We hope these disappearances won't remain unsolved like those 5 years ago. Oh boy. We have no news when train service will return to our village again. The station is now permanently closed. Oh, en dan heb je nog één. Carissa's car. The generous benefactor of our new clock tower died last month. At the opening ceremony next week, we will honor her memory. Fun. Last month, next week, 5 years ago. Yes.
A lot of time things. Oké. Okay. Dingetje neer moet zetten. Ik denk dat jij bij die 3x's, dat jij daar die morsecode krijgt. Oh, die... Ik heb een blok of 34 open met, met die Noordoost en die Oké. Okay. En ik heb een telegram van de post office. It feels like I was gone for such a long time. But for all the time that I was away, it still felt short. Too short to finish my invention. Now we will have the longest life ever, longer than you could imagine. When you repeated this message, I will guide your way. Hey, when you repeat this message, I will guide your way. Okay, dat is vaag. Ja, ik neem niet aan dat je die message in morsecode moet doen, hoop ik, want dat is wel heel erg lang. Approximately 10 hours later. We hebben serieus geen flauw idee wat we nou moeten doen. We hebben alles gedaan wat we kunnen doen. Wat we denken dat we kunnen doen. En het enige wat we nog over hebben zijn deze 1, 2, 3, 4, 5 blueprints. En aan de andere kant, Donata die heeft... wat heb jij eigenlijk? Iets waar je in ieder geval 3 letters in kan typen. Ja, dus ik moet op de een of andere manier op 3 letters komen. Ja. Dus... Oh, Kitty, why? Dat is echt een stokker. Er zit zo'n muisdraad, maar die zit achter mijn scherm, dus daar kan ik niet bij. En dan probeer ik het te waarschuwen en dan pak ze gewoon mijn hand vast met de nagels. En daarom heb ik honden. Ja, die gaan tenminste niet op je bureau tussen je schermen zitten, nee. Kan op zich wel, maar... Ja, ik denk dat we dit heel even op internet moeten opzoeken of zo. Google. Ik heb hier ook nog heel veel, hoe noem dat? Complete walkthrough guide and... Ik ga gewoon cheat hoor, ik krijg het te schijt. Oh, dat is precies waar we nu zijn, oké. Okay. Pope place you now head upstairs and tune the radio together this time, bla 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 bla. 3 patients, bla 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 bla. Oké, dat is heel die tekst. Should head to the post office, find post box. Oh, dat is... Hè? Oh, dat is wat jij had, oké. Okay. Oh, mijn god, ja, hoe moet je dat weten? Oké. Okay. Jij hebt de tekst. Jij hebt een tekstje, als het goed is. Ja, en je moet aan mij vertellen hoe vaak het woord kort en het woord lang erin voorkomt. In het Engels, dus short en long. En dat is mijn morsecode. Oh mijn god. Ja, hoe de fuck moet je dat weten? Even serieus. Too short, short. 2 keer short. Ja, wacht even. Ik moet eerst aan mijn morsecode gaan. Ja, vertel. 1 keer long. All the time I was away. I felt time. Anders lees je het voor. Ik kan het ook voorlezen, dan doe ik het zelf. Oké. Okay. I feel like I was gone for such a long time. But for all the time I was away, it felt short. Too short to finish my inventions. Now we will have the longest life ever. Longer than you could imagine. When you repeated this message, I will guide you away. You got it? Ik mis iets, denk ik. Oh, ik snap het al. Ja, ik heb hem. Komt er iets? Even wachten hoor. Hij doet een hele hoop dingen. Ja, geloof je het zelf? Ja, hij geeft mij een morsecode terug, maar het is niet dezelfde als die ik heb ingetypt. Dus wat moet ik met die informatie? Wat is de morsecode? Oké. Ik weet niet hoe ik dat deed, hoor. Ja, oké. Kort, lang, kort, kort, spatie. Kort, lang, spatie. Lang,
lang, spatie. Kort, lang, lang, kort. Punt. Punt. Ja. Okay, dus de spaties zijn zeg maar openingen. Ik heb kort, lang, kort, kort, spatie. Wacht, ik ga het opzoeken. Lang. Wacht, wat was het eerste? Kort, lang, kort, kort. Kort, lang, kort, kort. Kort, lang, kort, kort. Dat is L. Hopen we. L. Schrijf jij het op? Ja. En dan heb ik spatie en dan heb ik kort, lang. Kort, lang is A. En dan heb ik lang, lang. E. Dat is M. En dan heb ik kort, lang, lang, kort. Lamp. Kort, lang, lang, kort. Dat is P. Lamp. Lamp. Wauw. Goh. Als ze daar nog niet uit waren. Jong. Echt, jongen. Maar lamp. Dat... Oh, wacht. A-E. Nee. Maar je kan niks met die drie letters. Even vier. Nee. Maar volgens mij is dat gewoon een troll of zo. Want ze gaan er toch niet vanuit dat jij dat gaat googelen. Nee, kom op zeg. Ik tik je één keer er langs en kun je de ganse alfabet weer afgaan. Ja, ik ga trouwens heel eventjes naar de wc een thee zetten. Doe je ding. Niet in hetzelfde hok, maar... Moet er iets met het woord lamp? Nou, ik kijk wel gewoon verder. Google. Oh, die reven heet kool, dus je moet kool intypen. Oh. Horpederp. Beetje ver gezocht, maar oké. Ja, en daaronder staat... Now tap on the raven and notice its eyes light up sometimes, but other times it just squawks. Note down the sequence. Dus noise eye, maar dat mag je zelf doen. Ik bedoel, anders is het niet leuk meer als ik alles op ga zoeken. Ja, oké. Okay. Dus ik klik het nou weer weg. Ik laat hem openstaan voor als we echt weer niet uitkomen. Die sequence die jij hebt, die is dus voor de rechterkant van het hek. Want daar staat de kop van die kraai. En aan de linkerkant die morsecode... apparaat, dat is dus mijn kant van het hek, de linkerkant. Ja, dat was ik al naar kijken. Dat die morsecode lamp is, dat heeft er niks mee te maken. Het is gewoon uit, aan, uit, 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 aan, aan, uit, aan, uit. En dat moet je dan aanklikken. Oké, jij hebt zeg maar de rechterkant van dat hek en ik heb de linkerkant van dat hek. En wat jij qua lampjes aan moet klikken is dus die sequence van die raven, die noise of die light. En ik denk dat dan als die ogen oplichten, dat moet je dan als lampje aanklikken. Oh, en die noise, dat is zeg maar als het lampje uit moet blijven. Oké, got it. En bij jou is dat? Bij mij is dat zeg maar of dat lampje uit of aan was. Maar ik ben dat gewoon aan het afkijken, want ik snap het idee wel. Alleen dan moet ik het zeg maar gewoon opschrijven. Dus okay. Dan kan ik het net zo goed van internet lezen. De tweede set heb ik alle drie aan. Oh, ik krijg een geluidje. Ja, ik kan naar binnen. Oké, wacht, wat heb jij nu allemaal gedaan? Want ik kom er niet uit. Oké, ga naar dat hek. Als je bij het hek bent? Ik sta voor het hek. Oké, dan ga ik jou vertellen welke lampjes aan en uit moeten, oké? En dan rechts moet je... of naar links? Naar rechts. Naar rechts, oké. Dus je begint dus aan de rechterkant van dat hek. Ja. Oké, uit, aan, uit. Ja, heb ik. Aan, aan, aan. Heb ik. En dan aan, aan, uit. Nog een keer. Ah, ja, hij gaat open. Yay! We did it! Oké. Thanks, internet. Oké, ben je naar binnen gegaan? Ja.
Oeh, spoopy. Ik zie een lamp en borden en een of andere ladder die ik nou naar beneden heb getrokken. En daar komen letters vanaf. Mij ook. Zal ik het opnoemen? Ja. All those years in Switzerland made it possible for me to finally finish the clockwork. Punt. Voor mij is het, my last memory of Lark was the suspicious frown on her face. De volgende verdieping heeft ook een ladder. Daar komt uit, I double checked Lark's clock. Nee dus. It ran exactly as it should. Daar is het. Yep. At first she didn't want the clock. She said she was tired of my presence. Alright. En dan ga ik nog verder naar boven en dan zie ik drie dozen waar ik niks mee kan. En een raam waar ik ook niks mee kan. En een ladder. Jee. En daar komt een zin af. It didn't occur to me that a crack in the clock face would make a difference. Punt. Ik heb, I held it out to her anyways, because I needed her to be with me. Oh, is this een love story? Oeh! Hey, nog één naar boven, dan heb je lampjes met datums. Oh, ik heb potjes met getallen. Ja, ik ook, en lichtgevende potjes. Ik heb alleen maar vier lege potjes. Oh, bij mij zijn ze lichtgevend met zielachtige dingen. Oh nee, dat... En ik heb nog een ladder. Ik ook. Zeg het maar. I never told her that the time was stolen. Only the clock would let us be together forever. Oh boy. I had spent years collecting time for us. Time that would be added to our lives. Nou, dat hadden we wel al figured out hoor. En dan volgende kom ik bij nog meer potjes die allemaal leeg zijn. Oh, meisjes aan het roepen. Maar op de eerste verdieping... Oh nee. She closed her hand around the clock and I never saw her again. Oh. Instead, she disappeared into the clock. I still haven't found her. Dat klinkt alweer wel alsof ik die Lark ben. Oké, volgende verdieping. Heel veel potjes en één potje in het midden. Ah, ja. En bij mij is die leeg en dan zijn die bij jou natuurlijk open. Blauw. Nou, ik klik erop en nou gaat er iets blauws in. Het lijkt wel een soort van wespje. Wisp. Wispje. Ja, bij mij ook. Ja, okay, bij mij staat al die andere lampjes zo. En nou ga ik naar boven. En ik ben gefocust op de klok nu. I didn't have to build a way out. I hope you and your friend appreciate it. Oké. Okay. Bij mij staat er, you beat the game. Such a shame to see all the time go to waste. You have lost 154 minutes of your life. Amalie added 154 minutes to hers. You have lost 117 minutes of your life. Oh. Wow. Lark would have added 117 minutes to her. Oh, what an asshole. Oh mijn god. Ja. Dit was wel leuk, man. Dit is echt grappig. Dit was wel leuk. Okay. Gewoon dat einde ook echt daar. Ja, echt hè. Ik denk er komt nog een clue van dat ik het verhaal in één keer snap of zo. Ja. Yeah. Oh, yeah, story of my life. You have just wasted. Oh mijn god.